Sunweb TV had een gesprek met Ramon Magnak, voorzitter van de Democratisch Platform Suriname, over de verkiezingen van 2025. De voorzitter liet weten dat hij wordt tegengewerkt vanuit het kabinet van de president. De voorzitter benadrukte dat hij alles in het werk zal stellen om DPS tot een formele politieke partij te maken. Het enige dat je in deze kan zeggen, als je precies wist wat aan de hand was, had ik er persoonlijk direct korte metten mee gemaakt. Maar korte metten in de zin van, daarmee bedoel ik geen geweld. Hè? Maar het verbaast ons dat vanaf oktober, en dat steeds bijna 9 keer dat ding op en neer, onze statuten worden op en neer gestuurd. En na 2 keer goed te zijn gekeurd, toch door het kabinet terug is gestuurd. Door het kabinet als taak heeft, nadat justitie, hebben we begrepen, de juristen van justitie het goed hebben gekeurd. En zij hebben echt een paar keren het wel naar ons gestuurd, maar oprecht. Ze hebben hun best gedaan om het om ons te leiden naar de richting waar het moet. Je moet je huiswerk goed maken. En daarom zeg ik, we hebben op den duur de beste statuten van Suriname. En dan wordt er correctie aangebracht door het kabinet van de president, terwijl ze dat niet mogen. Na justitie betekent, justitie heeft voor de president al bepaald dat het goed en voldoet aan de feiten. De juristen hebben het dan, zij kijken met het juristische oog van de president erna. En het rest de president om dan te tekenen. Ja, toch? En het wordt dan getekend met soms correcties die totaal grammaticaal bekeken fout zijn. En dat is dan de hekelpunten. En soms gewoon een komma of een regeltje of zo, maar men moet iets vinden. En op den duur dan, en dan moet je weer gaan beginnen. En opnieuw alles weer formuleren, handtekeningen gaan plaatsen, zegels weer gaan, steeds opnieuw. En dat ding begint dan heel verschillend te werken. Nou, op een bepaald moment, men had me wel hier en daar, we hebben onze bronnen, die wij niet gaan prijsgeven, maar van het zou kunnen gebeuren dat dit jou overkomt. Maar ik had niet gedacht in zulke mate, want ik ben altijd correct naar het instituut van de president geweest. Altijd correct naar dat van de VP. Alhoewel, ik weet dat ik politieke tegenstanders heb, maar ik kijk niet naar politieke vijanden uit. Rekening houden met alles. Want de realiteit is altijd daar. Men zou zeggen in een filosofisch, ik hou van filosofie, de rivier kan je niet duwen. Dat betekent dat je de realiteit moet je nooit uit het oog verliezen. Sandeso, deso. Bepaalde mentaliteitsproblemen, wat wij nu, het blijkt dat het vanuit het beleid al er een mentaliteitsprobleem is om rancuneus te handelen. En daaraan moet er gewoon een stop komen. En hoe doe je dat dan? Ik ben de laatste persoon die geweld of mogelijk naar de APFS kabinet Ebari, je gaat me daar niet zien doen. Maar ik ga dan aan het oog en de monden van het publiek trekken. En wie zijn dat? De pers. Jullie. Om attentie te vragen voor mijn situatie. Ik verkeer in een bepaalde situatie en ik wil eruit komen. Opdat zij wakker worden en ja, enigszins kunnen merken van hé, konderen naar grondtapu, ishi, taki, zou je doen ook aan? Ik verwacht gewoon van het presidentiële, het excellente, dat ze excellent hun werk doen en heel rechtvaardig, want er staat niets verkeerds na zoveel verbetering, neem ik aan in onze statuten, dat de president het advies krijgt daarom te tekenen en dat wij als voorwaardig partij kunnen meedoen. Want we hebben behoorlijk aanhang. En eigen lof stinkt, maar ik ben zelf verrast door hoe makkelijk het mij
vooral in persoon, maar ook de organisatie. Mensen hebben geen idee wie allemaal achter ons staat. Maar soms om rancune te voorkomen van mensen die een bepaalde positie hebben, dan blijven ze voorlopig op de achtergrond. Totdat het echt de strijd losbarst. Dan onatrop, denk als je suma na suma. Maar voorlopig laten we de mensen... Maar we hebben een goede kader. En we weten dat we goed werken verzet qua normen, waarden onder de bevolking. Alhoewel bepaalde ogen van het volk en oren dat niet willen horen en zien. Als ik dat zeg, dan oog ik op de media. Dus, de media, bepaalde mediahuizen. Maar in deze ben ik wel aangenaam verrast door verschillende mediahuizen die toch gelijk hierop hebben gereageerd. En ons aan het woord hebben gelaten. En zodat men kan weten wat er aan de hand is. En ik zeg niet dat de juristen van de president niet capabel genoeg zijn. Absoluut niet. Maar dan, wat rest er dan mee te zeggen? Dan is er opzet in het spel. Want de juristen van de... Het is dan een klap in het gezicht. En ten slotte wordt het dat van de juristen van Juspol, die hun werk uitstekend hebben gedaan. En zij zelf ook niet meer weten wat de fouten ze maken of hoe ze bepaalde dingen moeten toepassen. Meneer Ramon, waarom heeft u het gevoel of waarom denkt u dat men u zou willen tegenwerken? En de eerste misschien, ik denk puur politieke redenen. Ik heb duidelijk laten merken van, ik sympathiseer met mijn neef, de ex-president, in de zin van ik zei duidelijk, ik zei letterlijk zo, Burudu deki moro watra, familie tan familie. Amand do ogri van do ogri at eitan familie. Wat je ook doet, hij blijft je familie. En ik heb twee programma's, drie programma's. Eén is religieus, maar religie kan je ook leiden. En ik ben heel voorzichtig daarmee, omdat ik het religie niet wil gebruiken om politieke tegenstanders te... Maar wat fout is, kan je niet voor recht aanzien. Dus religieus. Ik mocht in het begin zelf, toen de regering begon, ik betaalde daar volgens mij 500 SRD voor mijn programma. Nu is het bij 5000. Direct is het opgezet. En ik mocht bepaalde namen zelf niet noemen, maar ik heb het toch gedaan. Als ik groet voor deze regering, groet ik ook de oppositie, de huidige regering. Dus niemand kan me dan beletten om deze oppositie te groeten. En met name ook de ex-president, de heer Delano Bouterse. Groet ik gewoon iedereen van alle gramangs, alle leidinggevenden. En zelfs de huidige president en de vicepresident groet ik gewoon via mijn programma. Maar ik denk meer omdat ik hier en daar kritiek heb op bepaalde beleidshandelingen. En die niet zo... effectief of positieve bijdrage, toegevoegde waarde. En je ziet de verpopering ook vanaf de jeugd, volksgezondheid. Je ziet het bij onderwijs. En ik heb hier en daar ook mijn stem laten horen.